Met nog 2 wedstrijden te gaan in de reguliere competitie zijn de mannen van Vikas Aalsmeer al verzekerd van deelname aan de kampioenspool. Aalsmeer bezet momenteel de 3e plaats in de handbal-eredivisie en een 2e plaats behoort nog tot de mogelijkheden. Tegenstander van vanavond is Quintus uit Kwintsheul, dat eerder dit seizoen in eigen huis won met 27-23. Na een dramatische start in die wedstrijd is Vikas Aalsmeer nu uit op revanche. Maar het is lang geleden dat de Aalsmeerders wonnen van Quintus. Dat was in 2011. In de nacompetitie was dat destijds. Quintus op plaats nummer 4 op de ranglijst. 1 plaatsje dus onder Vikas Aalsmeer. En het eerste doelpunt wordt gescoord door Jimmy Castine. Vikas heeft zich goed voorbereid op deze wedstrijd met een speciale training naar aanleiding van de nederlaag in Kwintsheul eerder dit seizoen. Paas van Dustin Lichthart gaat de mist in. Bal wordt onderschept door de nummer 3 van Quintus, Lex Dofferhoff. En hij brengt de stand op 2-1 na een kleine 6 minuten spelen. Stop Jeroen van het Hart onder de lat bij Vikas Aalsmeer. En een kans voor Niels Dekker. Maar ook die bal wordt gestopt. En zo blijft het 6-5 na 13 minuten spelen. Een redelijk gelijk opgaande wedstrijd dus tot nu toe. Remco van Dam, Dustin Lichthart. En hij scoort. Het is een beetje een frommel goal. De bal gaat via de keeper het doel in. Maar het is Dustin Lichthart die de stand op 10-7 brengt. Vikas loopt een beetje uit. En de trainer van Quintus, Eelco Overkleeft, begint zich een beetje zorgen te maken. Wij won. En dan is het Rodrigo Huttinga die in de rug wordt aangevallen door Lambert Zwinkels. Krijgt hiervoor geel en een panel genomen door Frank Lubert. Een fraaie lop brengt hiermee de stand op 11-7. En zo begint Vikas Aalsmeer een aardige voorsprong op te bouwen. Moet het wel blijven opletten, want als de concentratie even weg is, profiteert Quintus. En dan is het dezelfde nummer 11, Lambert Zwinkels, die de voorsprong terugbrengt tot 2 punten. Met nog 5 minuten op de klok in deze eerste helft is de stand 11-9. Schot dus te Lichthart wordt gestopt. En dan is het Frank Lubert in de rebound vanuit de linkerhoek, die alsnog scoort. Hij zorgt ervoor dat de mannen de kleedkamer ingaan bij een ruststand van 14-9. Dan de tweede helft. En wat een verschil met de uitwedstrijd in Kwintsheul. Balonderschepping van Wai Wong. Robin Boomhouwer en dan is het Dustin Lichthart die het afmaakt. Brengt de stand op 15-9. Een mooie voorsprong van maar liefst 6 punten zo aan het begin van de tweede helft. Een mislukt vliegertje van Remco van Dam en een breakout van Quintus. En dan is het Stefan van Meteren die het doelpunt scoort. Met een mooie duikvlucht brengt de stand op 15-11. Vikas Aalsmeer zit lekker in de wedstrijd en wordt goed verdedigd. Jeroen van het Hart staat uitstekend te keepen. Maar ook aanvallend wordt er met scherp geschoten. Moeiteloos lijkt het wel. Hier een afstandsschot van Wai Wong. Brengt de stand op 22-14, 8 punten voorsprong. En Quintus komt steeds meer in moeilijkheden. Robin Boomhouwer brengt de stand op 25-17. Vikas weet de voorsprong van 8 punten vooralsnog vast te houden. Met nog een dikke kwartier op de klok. Bij winst vanavond zijn de Aalsmeerders niet alleen verzekerd van een 3e plek in de reguliere competitie. Maar mogen ze ook 4 bonuspunten meenemen naar de play-offs. Jimmy Castine, tussen de benen door van Marco Woltersson, brengt de stand op 27-21. Een snelle spelhervatting met een doelpunt van Sjoerd Verlaan. 27-22, maar de tijd die begint te dringen. Laatste minuut van de wedstrijd. Robin Boomhouwer en een onhandige overtreding bij Quintus. Frank Lubert. Aanvankelijk op de paal, maar maakt het goed met een schitterend effectballetje. Frank Lubert brengt de eindstand op het scorebord. 31-24. Vikas wint overtuigend en zeer verdiend van Quintus uit Kwintsheul.
Sterk collectief gespeeld. Quintus heeft geen moment de kans gekregen het eigen spelletje te spelen. Een knappe overwinning. Ja, nou ja, kijk, je moet richting de play-offs in vorm komen. En kijk, voor ons hoefden we niemand te motiveren. We hadden de uitwedstrijd de eerste helft dramatisch gespeeld. We stonden geloof ik 10 of 11-1 achter. Dus we wilden ons in ieder geval revancheren. En ja, het is gelukt. Ik denk dat we ook goed spel hebben laten zien. Zeker vanuit een hele gedegen, goede, sterke dekking. En daarvanuit konden we onze breakouts ook gewoon lopen. En ja, en dan aanvallend. Geduld bewaard. We weten dat we een offensief verdedigen. Ja, daar hebben we ons tegen gewapend. Ze hebben genoeg handvaten gehad om het proberen op te lossen. En dat hebben ze goed gedaan. En ik denk als je ook kijkt, juist door mensen even rust gegund. Iedereen die inviel pakte het goed op. Dus als team hebben we zeker een hele goede prestatie neergezet. In ieder geval zeker voor een derde plek. Dus wie weet nog een tweede plek. Is nog steeds haalbaar. Dus daar gaan we voor. Ja, nee, we hadden zeker nog wat goed te maken van de vorige keer. Zeker het slechtste begin ooit daar 10-1 achter. Verloren, dus we begonnen sterk. Ja, eerste helft was een goed begin. Tweede helft echt goed door blijven knokken. Je hebt het echt gewonnen, vooral in de verdediging, tweede helft. Dan gaat de aanval vanzelf. Keeper stond er goed achter. Al met al win je daarmee gewoon de wedstrijd.